Rolf Laar, dat was een half jaar geleden, hè, dat je mocht starten. Ja, zoiets ja. Excelsior. Ja, inderdaad, ook nog die wedstrijd. Ja, met die penalties wou je zeggen. Ja, met die penalties, ja, ook dat nog. Ja. Ook dat nog, ja. Nou ja, dat, ik dacht wel dat het 6 maanden of zo was, inderdaad. En ja, ik heb engelen geduld moeten hebben. Ik heb keihard moeten strijden om fit te worden en nu om fit te blijven en om weer te starten een keertje. En ja, daar ben ik heel blij mee. En, dat had wel eerder gekund. Je was topfit. Nou ja, ik train sinds de winterstop volledig mee. Alleen ja, als het zo draait zoals wij draaien, ja, dan moet je geduld hebben. En nou, dat heb ik ook geaccepteerd. Ik heb keihard getraind. Ook voor mezelf, maar ook voor die andere jongens. En vandaag wordt dat beloond met een basisplaats. En daar ben ik blij mee. En daar ben ik de trainer dankbaar voor. En dat is loon naar werken. Wat heeft de trainer gezegd waarom hij jou er nu op zet en Wouters op de bank? Nou ja, Stijn heeft weinig getraind de afgelopen weken. Ja, dus ja, dat uiteindelijk bepaalt de trainer dat. En heeft hij voor mij gekozen. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Dan is het wel op het door jou vervoerde kunstgras. Ja, nou, over het algemeen speel ik helemaal niet zo beroerd op kunstgras. Dus, ging lekker vanavond? Jawel, ging zeker. Ja, ja, een paar momentjes wel. Maar de eerste helft spelen we natuurlijk geweldig. Krijgen ze ook een paar kansjes. Maar hoe snel wij in de omschakeling met 2, 3, 4 passes voor de goal zijn bij de tegenstander, bij ADO in dit geval. Ja, dat is ook wel een genot om te aanschouwen. Ik wou zeggen, als speler geniet je net zoals wij op de tribune? Ja, nou ja, zeker als het een goal wordt, dan is dat dubbel. Maar ja, uiteindelijk ben je geconcentreerd op je taken. Want als je snel naar voren gaat, dan zou je ook snel aan moeten sluiten. Maar ja, dat was de eerste helft bij Vlaag natuurlijk fantastisch. En ja, dan ga je met 3-0 de rust in. En dan is het wel jammer dat we de tweede helft die lijn niet doortrekken. Ja, een soort van in de problemen. Zo mag je het eigenlijk niet eens noemen, maar wordt het onnodig onrustig, laat ik het zo zeggen. Maar ja, zijn we natuurlijk weer hartstikke blij met de 3 punten. Je zegt een paar dingetjes, daar was niet helemaal tevreden over. Waar doe je dan met name op? Is dat dan ook dat moment vlak voor die 2-0, die kopbal van Johnson bijvoorbeeld? Ja, het was een beetje een soort scrimmage aan de zijlijn. En het was een kopbal inderdaad, en daarvoor nog een lange bal. Het ging niet eens alleen om mij, om een mindere momenten in een wedstrijd. Maar ook als team. En dat hebben we de tweede helft ja, niet goed genoeg gedaan. Omdat ik denk dat we wat statischer waren, minder beweging, minder dynamiek. Ja, en dan ja, met een 3-0 voorsprong op zak ja, werd het gewoon minder helaas. Ik zag je na afloop, toen je het uitvak had bedankt, nog met Hatzidiakos babbelen. Waar ging dat over? Ja, over het moment bij die laatste kans eigenlijk die ik uiteindelijk niet lekker verwerk. Die Marco pakt, of ik weet niet meer of het een corner werd. Die korte hoek, ja. Ja, dat als er een duel aangehaald wordt, dat wel kort moet gezeten worden op die spits. Je kon nu draaien, dan moeten we achteruit. En dat zijn dingen die niet nodig zijn. Nou, het is denk ik alleen maar goed dat we dat direct analyseren. En eigenlijk weten we het ook wel. Alleen ja, zul je 90 minuten je taak volledig uit moeten voeren. En dat is iets waar we naartoe moeten. We zijn vaak bij vlagen in delen van wedstrijden heel erg goed. Nou ja, vandaag maken we ook zeker het verschil. Alleen als je echt top wil worden, dan zul je dat 90 minuten vol moeten houden. En dat is voor ons de uitdaging. Volgende week moeten jullie top zijn, hè? Ja, nou, ESV. Ja, zeker. Nou, dat is een wedstrijd denk ik waar we heel veel zin in hebben. Ja, we weten allemaal hoe we in die wedstrijden erop staan. Dus het wordt tijd dat we daar verandering in brengen. En dat ligt maar aan één iemand. En dat zijn wij zelf. En dus onze benadering, onze flair. En die we bijna in alle wedstrijden laten zien. En dat we dat volgende week ook doen.